mij. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een hele speciale challenge, zelfbedachte challenge, in petto voor jullie. Ik zou zeggen, laten we gauw beginnen. Allereerst wil ik even excuses aanbieden voor het weer. Het is een beetje bewolkt. Het is eigenlijk keibewolkt, maar de ene keer is de wolk wat dikker dan de andere keer. Dus soms is het wat donkerder en dan is het weer lichter. Ik hoop dat jullie het niet erg vinden. Maakt niet veel uit, want ik ga alleen maar een heel klein stukje van deze video hier opnemen. En de rest gaan we voor naar Den Bosch. De challenge die ik bedacht heb vandaag is... welke gratis wifi is het beste om op te gamen? Daar gaan we vandaag achter komen. Ik ga dus naar Den Bosch. Ik ga naar... nou, ik heb eigenlijk alleen nog maar bedacht naar de McDonald's. Kijken of ik daarop kan gamen. En we gaan dan gewoon in Den Bosch... ga ik winkels in, cafeetjes in, misschien op het station of op... overal ga ik gewoon heen en ga kijken hoe de gratis wifi is, hoe we daarop gamen. En ik ga niet alleen, ik ga mijn vader meenemen, want het filmt wat makkelijker, dus dat is helemaal top. Maar, nu heb ik nog een addertje onder het gras. Nee, het is geen addertje onder het gras, het is eigenlijk een hele mooie butterfly, zeg je dat, vlinder. Op het gras, onder het gras, dat is zielig, dan is hij dood. Ik heb namelijk een laptop te leen gekregen. Te leen gekregen van MSI. Zoals jullie weten ben ik gesponsord door MSI. En ze vroegen van, hey Mathia, heb je zin om nog een keer een review video te doen? Ik zeg, natuurlijk, vind ik altijd leuk. Alleen dacht, ja, ga ik weer in mijn kamertje zitten zeggen van, oh, wat is deze mooi? Want vaak vind ik ze wel mooi. Of ga ik er iets anders aan koppelen? En vandaar dat ik die challenge bedacht heb. Ik ga nu deze even unboxen. Here we go, het pakketje. De doos is al mooi. Nou ja, hier heb je de doos. En ik zal hem even openmaken zonder dat ik hem eruit laat vallen. Welke is het? Ik weet niet welke het is. Ze heeft het me gezegd, maar ik heb het niet onthouden. Oh, hij voelt super dun. Oh mijn god. Dit is die ene met die gouden randjes. Zo fucking mooie laptop. Ja, zoals jullie kunnen zien. Oh, hij is zo mooi. Kijk nou even naar hem. Met dat gouden randje. Ook het logo van MSI heeft ook het gouden randje. Echt zo mooi. Ik ben verliefd. Oké, even openmaken. Nou, dit is hem jongens. Dit is hem ook hier. Fantastisch mooi goud randje. De aanknop heeft een mooi goud randje. Oh, dit is echt... ik denk dat ik die andere terugstuur. Die ik dus wat permanenter geleend heb. Dat ik die terugstuur en dat ik deze gewoon hou. Deze is gewoon mooi. Oké, hier moet ik heel, heel voorzichtig mee doen. Ik ga hem even dicht doen. Dan ga ik jullie vertellen welke het precies is. Ga ik hem aan de oplader leggen. Dit vind ik ook zo'n mooi detail bij deze. Hè? Dit is goud ook. Alles is goud. Goud, of is het roze goud? Goud. Het is in ieder geval prachtig. Ik heb de laptop inmiddels uitgepakt. En ik heb hem hier liggen aan de oplader. Nu is het dus de bedoeling dat ik een game ga installeren waar we het op kunnen testen. Nou wil ik niet bij ieder café ding een uur lang zitten. Dus ik moet een game bedenken die niet zo lang duurt. Waar ik gauw een potje kan spelen. Ik denk dat ik voor Fortnite of PUBG ga. Ik ga voor PUBG. Want dat is ook nog best een zware game. Ja, daar ga ik voor. Dus PUBG ga ik installeren nu op de laptop. Ik ga hier in beeld zetten welke laptop het is en welke specs die heeft. En dan kun je het lekker lezen. En dan hoef ik het niet allemaal op te noemen als een of andere saaie technische YouTuber. Sorry, dan kun je voor naar een technische YouTuber gaan, naar TechTime. Of ga naar weet ik veel wie, Gamernet. Allemaal veel technischer dan ik. Ik ga gewoon gamen, want dat is wat ik doe. Oké, eerst de game installeren. Oké, zoals je hem hoort blazen, is de laptop ready. Ik heb PUBG geïnstalleerd en eigenlijk ben ik nu ready to go. Dus ik ga mijn tas inpakken en dan gaan we gezellig naar mijn vader en vervolgens naar Den Bosch om alle free wifi spots te zoeken en kijken of we kunnen gamen. En ik ben heel erg ready. Ik heb mijn season pass bij de PUBG geïnstalleerd, dus alles is ready to go. Nu wij nog. We stappen even over op deze camera. Iets mindere kwaliteit geluidswijs en ook beeldwijs. Nagini mag niet mee. Ze is wel heel lief.
Maar ik ga nu naar mijn vader en dan kunnen we naar Den Bosch. Dus let's go! Ik ben mijn papa en nu gaan we naar Den Bosch. Heb je er zin in? Ik heb er zin in. Ja, ik heb net gezegd dat we gaan eten, drinken, alles. Dus, ja, niet te veel, want ik ben al te dik. Nee joh. De eerste stop is bij de McDonald's. Is hij traag? Hij is super traag. Ik kan niet eens bewegen. Ligt aan de wifi. Ligt zeker aan de wifi, ja. Ik vind het zo traag en dan nog zo slecht gegamed. Oh, dat is nog erger dan in de keuken bij ons thuis toen ik net begon met streamen. Je moet eigenlijk het scherm eens laten zien. Het water. Ik kan niks doen. Zie je dat? Hij doet niks. Oh. Ik denk dat ik ga verzuipen gewoon. Nee, dit gaat hem niet worden, denk ik. Nou, papa en ik zijn bij de McDonald's geweest. We hebben ik heb gegamed. En ik kan je vertellen, dat lukte niet. Het was echt niet te doen om te gamen op het internet van de McDonald's. Dus die kunnen we van het lijstje afstrepen. En nu gaan we naar de Starbucks. Gaan we daar het wifi checken. Het station. Hier hebben ze een Starbucks. In het dorp of in het stad hebben ze geen Starbucks. Dus we moeten naar het station. Dus daar lopen we nu heen. En misschien kunnen we ook wel meteen het wifi checken van het station zelf. Maar ik denk niet dat dat gaat lukken. Nou, ze hebben in ieder geval een goede plek om te gamen. Dus daar ga ik... Hier hebben ze dus het internet van de KPN. Een hotspot. Ik hoop dat hij het doet. Geen idee. Welkom. Nou, hij zou het niet doen, dus ik ga PUBG opstarten. Player. Steam. Ja? Nog steeds niet als thuis, maar wel een stuk beter. Zeg maar. Ik de bestelling ophalen en daar kom je. Is dat goed? Ja, dat was beter dan de Mac. Dus je kunt beter hier gamen dan bij de McDonald's. Oké.
Oké, we zitten nu om wat te lunchen bij Piet Sobers. Dat is een winkel. En daarbij zit een cafeetje. Hier in het café hadden ze schijnbaar geen wifi, maar bij Piet Sobers de winkel zelf wel. Dus ik ben benieuwd, want volgens mij is het best wel snel wifi. De game is aan het opstarten. Nou, het lijkt me dat hij best snel is, de wifi. Oh. Ik drop in Rosso, net als ik in thuis gewoon altijd. Voor de ultimate experience. Kijk hoe druk het is. Oh, dat kan niet uit. Oké. Het leuke van zo'n video opnemen is dat we ook gewoon lekker kunnen eten erbij. Ik heb gyoza en papa, wat is dat? Uitsmijten? Nee, uitsmijten. Met alleen ham, geen kaas. En ik heb een, ja, gyoza ben ik altijd zelf fan van. En we zitten weer in de auto naar huis. Zoals je ziet, de weer is wat verslechterd inmiddels. Dus we hebben 3 locaties getest. En ik ga jullie zo, als we thuis zijn, een overview geven. Of een samenvatting geven. Of het lukte om te streamen. Om te gamen op free wifi. Ja, hieraf. Gratis wifi in een stad. Dus, stay tuned. Nou jongens, zoals je ziet heeft mijn lippenstift het niet overleefd. Het is inmiddels een heel stuk later. Ik ben de hele dag op pad geweest. 3 plekken heb ik getest of het wifi goed genoeg was om te gamen. Nou, ik kan je zeggen, gratis wifi is nooit chill genoeg om PUBG te spelen. Waarschijnlijk een andere game waar je iets minder goed internet voor nodig hebt. Dat zal misschien wel lukken. Misschien een League of Legends Teamfight Tactics. De Sims kan sowieso overal. Maar noem maar op, Anno kan waarschijnlijk ook met wat slechter internet. Maar nee, het was zeker geen succes, het free wifi. Het slechtste internet was toch wel bij de McDonald's. Daar kon ik echt helemaal niks. Ik denk dat ze dat expres doen daar, zodat niet iedereen daar gaat gamen. Vervolgens bij Piet Sommers stond op nummer 2. Heb ik ook geen game af kunnen maken omdat het te slecht was. Kom je erbij? Beste uit deze test. Dus als je een keuze hebt van waar zal ik... Ik moet internet hebben. Waar ga ik heen? Dan zal ik adviseren om naar de Starbucks te gaan. Daar hadden ze een KPN-fon of zo. Dat is dan een hotspot van KPN. En dat werkte eigenlijk heel goed. Ik had geen KPN-account nodig of iets dergelijks. En daar kon ik redelijk gamen. PUBG was misschien net iets te veel gevraagd. Maar verder was het echt een top oplossing. Dus het beste internet bij de Starbucks. En de beste koffie natuurlijk. Of in ieder geval de pumpkin spice latte. Was mijn allereerste dit jaar. Ik was er heel blij mee. Ik vond het super leuk. Ik wil MSI bedanken dat ik deze laptop mocht gebruiken. En ik wil Nagini bedanken als stuntvrouw in deze video's. En dan wil ik jullie vragen om een duimpje omhoog te geven en te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En laat me vooral even weten in de comments of je dit een leuke video vond. En of je meer dit soort video's wil zien. En wat jij leuk vindt dat ik buiten de deur eens ga doen wat een beetje game-related is. Ik hoor het wel. Ik kijk uit naar jullie reacties. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doeg!